Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Profile. Wie denkt dat hij per se jong moet zijn om een start-up te beginnen, die heeft het aan het verkeerde eind. Het levende bewijs zit hier bij ons in de stoel. Ron Bekkers, leuk dat je er bent. Medeoprichter van Joe Marino. De herentrui, hè, met het oranje biesje, laat hem even zien. Ja, dat is hem. Je was 49 toen je hiermee begon. Je had al een schat aan ervaring in de mode. Daar komen we later nog wel even over te spreken. Maar wat ik me nou afvraag, was het ingewikkelder om een start-up te hebben als je op zekere leeftijd bent? Nou, voor mij is het eigenlijk een leeftijd geweest waar alles een beetje samenkwam. Ik heb diverse bedrijven gehad in mijn leven. En naar alle aspecten daarvan. Ik heb een winkelbedrijf gehad. Ik heb een modebedrijf gehad, een merk. En alles wat ik geleerd had, kwam op een of andere manier dat kwam goed van pas. Op mijn 49ste. Ik was echt moedig genoeg en voorzichtig genoeg om de juiste beslissing op dat moment te maken. Ja, want je doet het samen met een compagnon, Mark, hè? Ja, Mark Systra. Ja. En ik heb begrepen dat jullie elkaar tegenkwamen in een soort anti-kraakpand, een verzamelgebouw voor start-ups. Ja. Dan ben je daar toch een beetje vreemde eend in de bijt, stel ik me zo voor. Ja, dat klopt. Dat was wel ontzettend leuk, moet ik zeggen. Ik had een modebedrijf heb ik gehad, een aantal jaren, was een familiebedrijf. Dat was echt aan het kwakkelen, al jaren. En ik was eigenlijk op dat moment was ik niet moedig genoeg om daar afscheid van te nemen. Dat heb je natuurlijk met een familiebedrijf. Er zit nog wel wat voor de wrong reasons te lang mee doorgegaan eigenlijk. Op een gegeven moment kwam er iemand langs en die was wel bereid om het voor te zetten. En ik heb daar geen cent voor gekregen. Het was voor mij een enorme opluchting op dat moment. Dus ik kon eruit. Ik moest opnieuw beginnen. En ik moest ook opnieuw beginnen, want het was niet zo dat ik vroeg met pensioen kon. En ben ik een beetje vanuit huis gaan werken in eerste instantie. Maar dat was gewoon niks. Dan ga je toch weer een beetje wat rommelen, even boodschappen doen, even televisie kijken. Ik ken dat allemaal wel, het boodschappen doen. En dan, dus dat was heerlijk. En dat was een heerlijke locatie in de Schinkel. Echt zoals je het voorstelt, aan de rand van Amsterdam. Oud gebouw wat leeg stond en waar wat jonge bedrijfjes waren. En daar ben ik mijn compagnon ook tegengekomen. En we hadden dezelfde achtergrond een beetje. We hebben alle twee op Nijrode gezeten. Hij was 5 jaar jonger. En hij zat eigenlijk een beetje in dezelfde fase in zijn leven. En we gingen even lunchen, een beetje lachen, een borreltje drinken. En op een gegeven moment, ik liep al heel lang met dit idee voor dit nieuwe bedrijf. Toen heeft hij op een gegeven moment gezegd van, zal ik meedoen? En hij kon echt wat toevoegen, wat skills en ervaring die ik niet had. Dus dat is eigenlijk een goede set geweest. Ja, nu denk ik bij mezelf van herentruien die worden al 100 jaar gemaakt. Wat is er nieuw aan de herentrui die jullie gingen maken? Ja, nou, leuk dat je dit zegt. Want dat was natuurlijk, kijk, met de kennis van nu zeggen we, het is een goed lopend bedrijf, het groeit goed. En ik word regelmatig op mijn schouders geslagen van, geniaal idee. Op dat moment was inderdaad wat jij nu zegt, dat werd ook gezegd van ja, er zijn al genoeg truien. En waarom zouden ze bij jou een trui moeten kopen? En dat was ook iets wat wij ons wel afgevraagd hebben. En ik denk het belangrijkste argument was dat met die ervaring heb ik gezien wat er allemaal blijft hangen in de tussenhandel. Dat was eigenlijk mijn eerste motivatie. Dus ik ging de fabriek uit voor $20 en eindigde wel eens voor $200 in de winkel. Ja. En dan dacht ik, met mijn kennis in die fabrieken en met mijn contacten met de juiste breierijen, garenleveranciers, et cetera, dacht ik, want die man hoeft helemaal niet de nieuwste mode te hebben. Die wil gewoon goede kwaliteit hebben en een redelijke prijs voor betalen. En die wil gewoon een trui die deugt, die altijd hetzelfde is. Die inderdaad niet verandert als hij kapot is, dat hij gemaakt wordt. Als hij versleten is, dat ze een nieuwe kunnen kopen die er precies hetzelfde uitziet. Het is ook een beetje psychologie achter het mannenbrein. En dat was toen natuurlijk maar een aanname. Maar dat heeft nu, het is wel uitgewerkt. Ja. Ja. En wie kwam op het idee van dat oranje biesje? Ja, dat is eigenlijk een beetje, we zijn begonnen met hoe moet dat dan? Hè? Wat zie je dan? Dat is allemaal met krokodillen en grote letters en zo, in ieder geval in die tijd. En het moest een beetje understated zijn, maar het moest wel wat zijn.
Toen hebben we wat Tesla. Ja, op een gegeven moment is dat idee. Als je nu zegt van waar en precies, het is mijn idee. Eigenlijk, het hele plan is mijn idee geweest. En dit is ook mijn idee geweest. Maar hoe het gekomen is, ik heb geen idee. Ja. Nee. En nu is dat natuurlijk heel erg goed voor de herkenbaarheid. Hè? Als iemand op tv zo'n trui draagt, dan denk je, oh, er is er eentje van Joe Marino. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook best wel veel mensen die niet geafficheerd willen worden met een bepaald merk. Nee. Werkt dat biesje ook een beetje tegen jullie soms? Ja, zeker. Het is natuurlijk, iedere marketeer zal tegen mij zeggen van dat moet je nooit opgeven, hè, want dit ben jij. Ik kijk toch even anders tegenaan. Ik kijk gewoon vanuit de consument. Ben je daar blij mee? Het is leuk. Het breekt de trui een beetje. Het maakt het misschien net even wat anders. Het is niet in your face. Aan de andere kant, het prettige van ons trui is, als je bevallen, ga je er heel veel kopen. En als jij op een gegeven moment 10, 15 trui in de kast hebt liggen, wil jij niet iedere dag met zo'n oranje. Er zijn verhalen bekend van kerels die zitten in een meeting met z'n zevenen. En er zitten er vier met zo'n oranje. Dat wil je ook niet. Je wil ook niet met z'n vieren met een krokodil op je borst. Vrouwen zijn daar nog gevoeliger voor. Maar mannen, dat heeft ook wel een bepaald niveau. Dat ook, dus wat wij doen, dat doen we nu alle twee. Dus met bandjes, sommige modellen, en andere zonder bandjes. Voor Gein hebben we hem aan de binnenkant gemaakt. Ja, ja. Of heel klein aan de zijkant hier gemaakt. Soms is het ook niet mooi. Dat bandje is niet altijd mooi. Ik vind het op deze trui is het leuk. Een beetje sportieve trui, maar het is niet altijd mooi. Ja. Schets even waar jullie staan. Hoeveel omzet maken jullie? Hoeveel truien verkopen jullie? Hoe gaat het? We gaan dit jaar ongeveer 5 miljoen omzet draaien. Dat zijn ongeveer ik denk zo'n 60.000 truien. Het zijn inmiddels niet allemaal truien meer. Het zijn natuurlijk ook vesten en jacks. En we hebben tegenwoordig ook een zomerlijn. Dus wij waren natuurlijk in de zomer, vooral de eerste jaren, hadden we weinig te doen met onze truien. Ja, als het een beetje een mooie zomer was. Typisch winterproduct natuurlijk. Ja, ja. En dus daar moest echt een oplossing voor komen. Dus je hebt ook hele mooie, hele fijne garens om wollen t-shirts te maken. En dan moesten de Nederlandse klanten nog wel aan wennen, want dat heb je niet. Kijk, een wollen trui heeft iedereen wel. Is wel mee bekend. En niet te zeggen dat nu iedereen het kent, maar als je dat eenmaal ervaart, het comfort van wol in de zomer dragen, dan is het heerlijk. Ook dan wil je ook niks anders meer. Maar dat is wel een communicatieverhaal om de man zo ver te krijgen. Conservatief als hij over het algemeen is. Ook met zijn poloshirtjes in de zomer natuurlijk. Ja. Dat hij dat langzaam ook van wol gaat doen en bij ons gaat kopen. Ja. Ja. 60.000 truien. Drie winkels heb ik op de site teruggekeken. Amsterdam, Antwerpen en Düsseldorf. Ja. Maar eigenlijk het merendeel van de verkoop gaat online, hè? Ja, ongeveer 60% is online. En dan die 40% in de drie winkels bij elkaar. We willen eigenlijk wel door naar dat het eigenlijk 70% online moet zijn. En dan weer een volgende winkel, een volgende locatie open. We willen echt wel een webshop zijn. Ja, ja. Aan de andere kant hebben we ook gemerkt, de dag dat wij een winkel hadden, was dat ook heel goed voor ons online. Voor je geloofwaardigheid. Mensen hebben toch, vooral mannen wil passen, voelen. Dus eenmaal bekend zijn. Dus we gaven de gelegenheid ook om even ons gezicht te laten zien. Wat voor bedrijven zijn, wat voor service we leveren. Wat ontzettend leuke mensen wij natuurlijk zijn. Uiteraard. Ja, uiteraard. En een kopje koffie. En, dat is wel belangrijk. Dus dat werkt zeker mee. En dan moet ik zeggen dat de winkels in Amsterdam en Antwerpen, dat zijn gewoon profit centers op zich. In Düsseldorf zijn we nu dikke jaar open. En dan hopen we dit jaar naar het eind van het jaar wel break-even te zijn. Want je zou denken dat als je aan winkels begint, dat je een beetje spreiding beoogt. Hè? Dus je opent er een winkel bij en noem eens wat Amersfoort en nog eentje in Groningen. Ja. Maar jullie gingen gelijk de grens over. Ja. Waarom? Ja, omdat ik heb ooit een visement meegemaakt. Toen had ik ook winkels. En heb ik gezworen dat ik dat nooit meer zou doen. Dus het is niet op dat niveau. Maar het is meer ondersteunend bedoeld dan echt dat ik een ketenbedrijf zou willen hebben. En we hebben met dit concept ook een proefje gedaan van een half jaar in Haarlem. En toen bekroop mij dat oude gevoel weer dat je zo'n winkelier wordt. Niks mis met winkeliers, maar het is toch op een ander level. Dus we zeggen, we zijn internationaliseren. Eén goede ondersteunende winkel. We zitten in Duitsland wel te denken om misschien nog twee extra winkels open te houden. Bijvoorbeeld in München of in Berlijn nog, of alle twee. Mm-hmm. En misschien zouden wij in Nederland nog wel één extra winkel willen gebruiken. Maar we willen het ook niet zijn. Het moet ook een beetje klein blijven op een bepaalde manier. Het moet niet overal te koop zijn. Anders krijg je toch allerlei. Dan ga je misschien mee in uitverkoop, wat wij nu nooit doen. Ik wil niet in de winkelstraten zitten. Het moet een beetje. Ik kan het overal leveren, mijn spullen. Mensen kunnen online en we leveren het over de hele wereld. En ik heb die winkel in Amersfoort niet nodig. Nee. Nee, liever niet. Dus dat is een les uit het verleden van niet te veel winkels, want je sluit jezelf ook op. Andere lessen uit het verleden was geen dames, hè?
Dames zijn niet kleren. Ja, laat zeggen, ik heb ervaring in damesmode natuurlijk. En de vluchtigheid is daar natuurlijk... Dat zie je aan de hedendaagse fast fashion. Dat gaat zo hard, dat moet iedere keer weer wisselen. En ik was het eigenlijk beu. Ik was destijds met stylingteams... Het was 4 keer per jaar een volledige collectie ontwerpen. Dat over de hele wereld laten maken. Het verzamelen, uitleveren, afprijzen. Op open dagen weer verramsje op een of andere manier. Het voelde gewoon niet goed. Hm. En wat wij nu doen, we houden het gewoon helemaal in eigen hand. We verkopen het niet. Er is geen uitverkoop. Er zijn weinig wisselingen. Er wordt steeds wat vernieuwing in kleuren en modellen. Maar dat is heel beperkt en heel functioneel. Dus dat voelt veel beter. Maar zo'n uitverkoop heeft natuurlijk ook een praktische reden. Hè? Want je zit op een gegeven moment voorraden, kleurtjes die toch niet blijken te verkopen. Dat is natuurlijk een prima manier om van je voorraad af te komen. Waarom doen jullie dat niet? Nee, we hebben het niet nodig. Want laat zeggen, van die rare kleuren, ik noem even Ibiza Pink. Ibiza Pink. De Dirty Canary. Die gaan niet heel snel, maar dat is ook wat minder van ingekocht. En je zal het maar zoeken, een mooie hardroze trui. Nou, wij hebben hem, maar niet te veel. En als hij op is, dan bestellen we weer een beetje bij. Dus, en dat is heel anders dan onze Navy. Dat gaat natuurlijk hard, die zijn er altijd. Dus ik hoef het niet op te ruimen. En ik moet eerlijk zeggen, ik krijg ook veel complimenten wel eigenlijk van onze klanten. Dat wij dat niet doen. Hm. Dat klinkt natuurlijk stom, zou je zeggen. Maar het voelt ook wel, het geeft ook bepaalde rust. Dat je altijd het idee hebt dat je nooit op een tijdstip koopt waarin je te veel zou betalen. We hebben wel een soort buy more, save more deal. Dus als je een paar truien tegelijk koopt, dan krijg je wat extra korting. Ja. Is ook fair. Want online ook, dan hoef je maar één pakketje te versturen. Maar het Nederlandse klant is natuurlijk knieperig. Hè? Als je een trui van 100 euro opeens 95 euro maakt, dan denken mensen: wauw, dat is een goede deal, die kan ik niet laten lopen. Ja, ik denk dat kerels over het algemeen deals willen maken. Daarvoor is dat ook een beetje. Dat ze van, nou, je krijgt dus op die tweede trui krijg je dan 15 euro korting. Op die derde trui krijg je nog een tientje extra. En dan, waardoor ze er wel 3 bestellen. Ja, ja. Ja. En met mannen is het wel makkelijk. De trui zit goed. Ik zie dat in de winkel bij ons. En dan is het. Dan wil ik die kleur, die kleur, die kleur. En als er dan een vrouw bij is, dan wordt er nog wel eens een extremer kleurtje uit het rek gehaald. Maar dan zie ik die man wel eens, denk nou, ik ga maar nemen voor haar. Tevreden. Ja, precies. Ja. En dan verdwijnt hij in de kast. Daar zijn we ook niet blij mee. Maar er zijn ook bepaalde kleuren, dat is ook wel leuk. We hebben 60 kleuren, die net even buiten je normale. Dus wat je normaal zou doen is donkerblauw, donkergrijs, lichtgrijs. Dat je zegt, nou, er zijn misschien 5 kleuren die binnen die comfortzone van de man vallen. En die net wat anders zijn. En daar willen we ze wel een beetje mee helpen. Want anders, ja, ik zie het aan mijn eigen vrienden die 5 jaar geleden hun eerste trui bij mij. Die zie ik daar nog in lopen. Hm. En als ik kan zeggen, nou, neem dan in plaats van die Navy, neem onze Proud Peacock. Dat is een groen-blauwe kleur. Die is nog prima. En dan, als ze die dan nemen, dan zie ik ze opeens. Dan zie ik altijd in die kleur lopen. Ja. Maar zelf. Is dat wel eens moeilijk? Geldt niet voor alle mannen natuurlijk. Sommige mannen die weten precies wat ze willen. Kopen snel hun eigen kleding. Maar dat is wel ook een psychologisch aspect van de man. Dat het, het is goed zoals het is. En ik heb geen trui nodig. Ja, ja. Hey, en dus eigenlijk een beperkt aantal winkels. Dus een beperkte zichtbaarheid. Want die winkels, zeker in Amsterdam, die zitten ook nog ergens in een achterafstraatje. Dus daar moet je bijna doelbewust naartoe lopen. Lijkt me dan nog best wel lastig om je producten te vermarkten. Geef eens een kijkje in de keuken. Hoe doen jullie dat? Hoe zit jullie marktstrategie? Ja. Wij hebben, we hebben 2 zekerheden. Hè, in onze, als wij dat doen, dan gaan we zeker trui verkopen. Dat is adverteren, print. Dus gewoon echt. En dan weten we ook inmiddels in de bijlagen, zaterdagbijlagen van de grote kranten. Financieel Dagblad, Volkskrant, NRC. Dat doen we het gewoon goed. Dan zien we meteen onze omzet meteen stijgen. Ja. Online, het moment dat hij in de brievenbus ligt, 's ochtends. Heel klassiek. Ja. Dus heel klassiek eigenlijk. En ik moet je eerlijk zeggen, en dan wat wij ook, waar het ook altijd goed is, als wij een nieuwsbrief sturen. We hebben inmiddels een database van 27.000 mensen die ooit gekocht hebben. En als er dan wat vernieuwing is of iets te vertellen, dus dat doen we niet heel vaak. Het moet wel relevant zijn, we moeten echt iets te vertellen hebben. Dus het is niet zo'n nieuwsbrief om de nieuwsbrief. En iedere marketeer zal zeggen, nou, jullie nieuwsbrieven doen het goed, stuur er wat meer. Dat is ook weer het eind van de lol.
Dus, en daar wordt ook altijd heel goed op gereageerd. Maar als je het hebt over advertenties in kranten, hoe voorkom je dan dat je een oude lullenmerk wordt? Is het toch een oude doelgroep die dat leert? Nou, ik denk dat, laat zeggen, de hoofdredacteur van de NRC en de Dagblad daar niet mee eens zijn. Nee, het werkt gewoon voor ons. En wij hebben heel veel gedaan, ook laat zeggen, online natuurlijk. Wij doen al die dingen, de bannering. Maar we willen mensen niet achterna zitten als we gekocht hebben, koop. En social wordt steeds belangrijker voor ons. Maar is niet, misschien in onze doelgroep is toch wat... wij verkopen aan jongens van 18 en kerels van 80. Maar over het algemeen is het een wat rijpere doelgroep, laat ik het zo zeggen. Tussen mannen tussen 35 en 55. En ja, die zijn er niet zo mee bezig. Die zijn niet een tijdlijn aan het checken op Facebook. En die kijken dan op zaterdag. En bijvoorbeeld, een goed voorbeeld is ook als wij in een modebijlage zitten. Dan scoren wij veel minder goed dan als wij gewoon in de normale bijlage op zaterdag zitten. Ja, ja. Maar wij doen wel alles. En het wordt wel steeds belangrijker. Public relations is belangrijk. Wij zijn heel erg met duurzaamheid bezig. Is voor ons ook een mooie kapstok om wat te communiceren. He, want ja, een trui, dus, ja, maar een trui. We zeggen, wij hebben nu bijvoorbeeld een trui, die hebben we van oude trui gemaakt. En dat doen we ook met ons hart. Dat doen we niet als marketingstuntje. Maar dit is, ik merk wel, de nieuwswaarde daarvan is ook... daar kan ik wel veel redactionele aandacht mee krijgen. Ja, ja. Ja. Jullie gaan niet mikken op influencers. Jullie sturen niet die trui de wereld in van draag hem alsjeblieft. Nee, een beetje. We hebben inmiddels veel bekende Nederlanders die onze spullen lopen. Maar nooit op basis van dat we dat opsturen. Of dat we, die komen eigenlijk bij ons via. En die lenen wat truien en soms krijgen ze wat truien. En dat is het. En dat gaat eigenlijk op een hele natuurlijke manier. Ja, ja. En van de publieke omroep zijn ze altijd keurig. Dan willen ze altijd nog wat betalen. Nee, dat is eigenlijk ontzettend leuk. Dat gaat op een hele natuurlijke manier. En ik ben er altijd heel trots. Want ik denk dat soort gasten die hebben het voor het uitzoeken. En die komen toch bij mij voor dit soort spulletjes. En die komen graag. En af en toe dan doen we iets leuks. Dan posten we daar iets leuks van. Maar het is allemaal heel... heel rustig. We zitten ook niet te veel mee op te scheppen of wat dan ook. Ja. We doen sowieso wat rustig aan. Hey, en wat is de planning op de lange termijn? Want je dus de aanwezigheid in België, in Duitsland en in Nederland. Ja, de wereld is groter dan dat. Komen er nieuwe winkels aan in andere landen? Ja. Nou ja, kijk, wat ik zeg, onze focus ligt nu op Duitsland. De online groei is daar heel sterk. De winkel moet nog, nog break-even worden dit jaar. Maar dan zou ik wel twee winkels in Duitsland. Wij doen bijvoorbeeld heel goed in München en omgeving, Bayern. Dus dat zou een winkel wel logisch zijn. En dan, in principe, we verkopen al overal. We zijn wel aan het praten nu met iemand die interesse heeft voor de licentie in de Verenigde Staten. Er is iemand geïnteresseerd om het in China op een webshop te verkopen. Iemand zou het in Spanje willen vermarkten. Wij doen in ieder geval zelf Nederland, België, Duitsland. En we zitten aan te denken om dan de UK ook zelf te doen. En de rest zou ik dan wel in andere handen willen hebben. En op die bestaande markten voor ons, daar zijn we nog steeds flink aan groeien. Maar ook niet, het gaat ook niet dat het iedere jaar verdubbelt. We maken nu een groei van tussen de 20% en 30% ieder jaar. Volgens mij, als we dat een beetje zo doortrekken, dan... ligt ook een beetje aan de financiering wat er op ons pad komt natuurlijk. Ja. Er zitten wel wat financiers en wat investeerders aan de deur te rammelen. Maar dat op zich is daar ook wel wat interesse in. Het bedrijf moet ook echt groeien. En af en toe heb ik ook wel is een brede voorraad die je bijvoorbeeld moet aanhouden. Dat vergt wel veel werkkapitaal. Maar ik zou niet mensen binnen willen hebben die met hele exotische plannen... want ik denk, het moet allemaal wel goed zijn, het moet allemaal degelijk zijn. En zo zit er wel een beetje, in. Maar je had het over een webshop in China, om daar misschien op te gaan staan. Ja, daar kun je er natuurlijk donder op zeggen dat binnen 10 minuten er een kopie van die trui is voor de helft van de... Ja, maar die is er waarschijnlijk al. Die is er waarschijnlijk al. En dat is wel het gevaar natuurlijk. In principe, als jij naar Alibaba gaat nu en je wil een designstoel hebben... dan kan je hem daar al kopen. Eigenlijk kan je hem al laten versturen. En er zal een moment komen dat misschien met onze truien ook gebeurt. Ik ben niet zo bang voor inmiddels. Want het heeft gewoon zijn prijs. En de kwaliteit heeft een prijs. En het is natuurlijk een illusie dat ik mijn truien inkoop voor een paar dollar. Dat wordt op mooie machines gemaakt in een mooie fabriek. Er worden goede garens. Daar zit geen schapenleed of mensenleed achter. Daar wordt gelet op gebruik van chemicaliën, noem maar op. De trui heeft gewoon een bepaalde prijs. Ze moeten het ook fijn vinden om bij ons te kopen. Ik lever de service. Ik geloof ook wel de doelgroep waar wij in zitten. Die,
die gaat niet voor dat dealtje bij een paar Chinese truien te kopen. Dat, ergens is natuurlijk ook wel een eer, hè, als je gekopieerd wordt. Ja. Ja, vooral met de spelfouten. Ja. Ja. All right. Nou, we gaan kijken hoe het zich verder ontwikkelt. Hartstikke leuk dat je er was. Dank je wel. Ja, jou ook bedankt. En wie behoefte heeft aan meer interviews, die kan natuurlijk surfen naar cvdtv.nl. Dank je wel. Dank je wel.